We zijn hier aanwezig op het terrein van de Universiteit van Twente, waar vandaag de Create Tomorrow Challenge plaatsvindt. In deze grote festivaltent achter mij zitten 1200 studenten te ploeteren op 10 cases van verschillende bedrijven. Thales is al sinds de eerste editie partner en vandaag met een case aanwezig over de spoorwegsector. Laten we een kijkje nemen in de tent. En hier binnen in de tent, daar gebeurt het dan. We hebben 111 teams die vandaag meedoen, waarvan 12 teams aan de Thales case werken. Dit jaar hebben we gekozen dus voor een case over spoorwegbeveiliging. Nou, de opdracht is, hoe zorg je er nou eigenlijk voor dat als iemand langs het spoor loopt die daar niks te zoeken heeft, hoe zorg je ervoor dat je diegene ziet en vervolgens actie onderneemt? Nou, de studenten zijn hard aan het werk. Ze kunnen hier ook bij de Thales stand langskomen met hun vragen. En dan proberen wij ze zo goed mogelijk verder te helpen. Wat hebben jullie tot nu toe bedacht als oplossing? We hebben een wagentje bedacht wat op een kabel zit, parallel aan de trein. En dat kabeltje zorgt ervoor dat we mensen kunnen waarschuwen die op het spoor staan. En ook dieren kunnen wegjagen. En koperdieven kunnen pakken. Nou heb jij een heel bekend gezicht. Volgens mij heb je het 2 jaar geleden ook weer gedaan, of niet? Ja, nee, dat klopt. Ja. Ik heb fanatiek Thales supporter. Zo mag ik het horen. Mag ik vragen waarom jullie voor de Thales case hebben ingeschreven? Nou, we hebben heel democratisch een stemronde gedaan thuis. En Thales heeft de meeste stemmen gekregen. Oh, dat is heel democratisch. Ja. Goed te horen dat de case populair is voor jullie in huis. Hoe willen jullie de mensen in eerste instantie detecteren? Gewoon met radarsysteem. Dat is waarschijnlijk een van de speciaalgebieden van Thales. Dus daar willen we gebruik van maken.